we zijn altijd dierenvrienden geweest, zeker weten. Maar sinds ik zo ziek geweest ben en heel mijn leven in perspectief zet, merk ik toch inderdaad dat ik heb hun niet gered. Zij hebben mij gered. En ik vind dat heel veel waard. Dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben. En ik ben er ook heel gevoelig aan. Hè. Iemand die mijn honden niet kan waarderen, of ja, dan gaat het niet. Nu, ik vind wel dat je geen hond mag nemen omdat je dan denkt dat je beter gaat worden. Je moet het doen met hart en ziel, want je hebt ze wel. Hè. Die honden worden 14, 15 jaar. Ik heb zoiets van, je gaat een commitment aan. Ik kom naar huis om mijn dieren eten te geven. En ik kan nog niet zeggen, wow, dus een avond moet ze dat maar niet eten, want ik ga uit. Dat doe ik niet. Je moet toch wel nadenken. Het is een grote verantwoordelijkheid. En als je ze neemt, dan moet er ook voor opdraaien. Ik voel mij niet speciaal omdat ik zo'n hond heb geadopteerd. Ik had zoiets van... Ik vind niet dat ik haar gered heb. We zijn er voor elkaar en we zijn een team. Maar ik heb niet het gevoel dat ik mijn hond gered heb. Als ik er ben gaan halen, heb ik ook gehuild. En ik was zo dankbaar dat ze naar mij mocht komen. En ik had zoiets van, ik vind het super.